Hallo allemaal en welkom bij Pocket Escape Room van Triple 999 Games van 999 Games. Ik ga eventjes inzoomen voor jullie. En uh, deze heet De Tijd Vliegt. Het is voor 1 tot 6 spelers. Het is niet voor 1 tot 6 spelers. Als je dit met z'n vier gaat spelen, is het echt al heel veel. 6 is echt een beetje overdreven. Je bent ongeveer 60 minuten eraan kwijt. En het is van 12 tot 99 jaar. Uh, wij hebben het gespeeld met ons zoontje van uh, 9 en eentje van 11. Dus nee, ik heb maar twee zoontjes. Eentje is 9 en eentje 11. Uh, die van 9 kon ook puzzels oplossen en zo. Dus dat uh, moet je ook rekening mee houden. Nou, het is coöperatief. Het is tijdsdruk, is redelijk hoog. Puzzelen is het heel veel. En dit is een uh, pocket escape room. Je hebt geen extra spullen nodig. Je kan hier heel snel mee aan de slag. Het is van Triple uh, Nine Games. En oh, er zit. Het is wel grappig. De. Uh, het begint ermee door te zeggen: We hebben geen handleiding nodig. En daarmee bedoelen ze: Er zit geen losse handleiding bij. Want alles wat wij hierin doen: de eerste heleboel kaarten die hierin zitten, zijn de handleiding. En. Wat uh, de, het begint, zeg maar zo, elke keer begint het met een uh, uitleg. En dan uh, moet je een beetje gaan lezen. Dan lees je eerst de eerste kaart. En dan staat er op, draai deze kaart om. Dan staat er het vervolg van het verhaal. En zo ga je elke keer eigenlijk de kaarten af. Totdat je op een gegeven moment bij een uh, gedeelte bent waar je... Oh, ik zie ook trouwens, er zijn aanwijzingskaarten in. Waar je de vier kleuren krijgt. Dat zijn vier doeken. En die bestaan uit een aantal kaarten. En die... Uh, nou ja, hier is een geel gordijn, er is ook nog een rood gordijn, een groen gordijn en een blauw gordijn. En die leg je in stapels naast elkaar. Dit wordt niet een super lange uitleg. En um, elke van die stapels die uh, hebben dus een reeks puzzels die met elkaar te maken hebben uh, eronder liggen. En hier zit de groene en dan heb je hier de, uh, de rode. Het is ook zo dat uh, je kan dus allemaal... Aanwijzingen vinden en puzzels vinden die bijvoorbeeld in, het ge in de gele stapel kan je een aanwijzing vinden die bijvoorbeeld voor rood nodig is. Dus je begint gewoon met puzzel 1 en dan zeg je als je puzzel 1 hebt opgelost dan uh, even kijken is een makkelijke puzzel. Ja deze die allereerste die laat ik je gewoon zien. Hier is de vraag van met welke knop kan ik uh, alle drie de lichten in één keer aanzetten. En dan zegt hij hier nou je hebt een blauwe knop een paarse knop en een rode knop druk op de knop die alle lichten aanzet. Nou, als je dan, dan, moet je zelf beslissen van welke ga je doen. Dan draai je hem om en dan zegt hij hier: dan krijg je meteen de oplossing. Nou, de oplossing is de paarse knop, want rood en blauw samen is paars. Heb je het fout, zet je een Xje neer, er zet je een kruisje neer op een scoreblad. En uh, nou, ga verder. Dus op die manier, elke keer, je, je komt niet echt vast te zitten. Want als je een fout hebt gedaan, dan zet je gewoon een kruisje neer en dan ga je naar de volgende puzzel door. Uh, en zo werkt het. Je gaat elke keer gewoon op naar de volgende puzzel. Op naar de volgende puzzel. Op naar de volgende puzzel. En die puzzels worden een beetje verbonden met een verhaal. Nu is het zo dat. Um, Javian en ik vonden hem niet super leuk. We vonden hem, denk ik, iets te makkelijk. Onze jongens die hebben wel echt meegedaan tot, uh, tot halverwege toen hadden ze geen zin meer. En ze hebben wel erg veel uh, puzzels zelf op kunnen lossen. Van dingen. Sommige puzzels zijn wel grappig in elkaar, maar. De manier waarop ze gebracht worden door gewoon elke keer: en ga nu naar de volgende puzzel, en ga nu naar de volgende puzzel door. Vonden wij niet heel erg leuk. Uh, de puzzels zelf, voor de raadsels, nou ja, waren ook niet. Extreem leuk. Nou ja, dit is bijvoorbeeld hoe een puzzel eruit ziet. En dat is een onderdeel van een puzzel. Dat is een onderdeel van een puzzel. Uh, het, het was gewoon, het was het niet voor ons. We kunnen best. Als je het met kinderen doet, is hij wat leuker, denk ik. Deze, de, escape, de Pocket Escape Room. En, maar de manier waarop je gebracht werd, als je dat vergelijkt met een exit, bijvoorbeeld waar je echt losse spullen erbij krijgt, dan krijg je misschien een keer een touwtje of een spiegel of een ding. Je weet je, je krijgt extra dingetjes erbij. Net zoals bij uh, Escape Room, The game, daar heb je dat ook bij. Dan is, voelde dit inderdaad wel een, ja, als pocket. Uh, het voordeel is: je kan deze wel doorgeven. Want uh, niks gaat ervan kapot. Je hoeft niks opnieuw te printen. Je te hoeft nergens op te tekenen. Mocht je ergens op tekenen, kan je dat gewoon op een papiertje ernaast doen. Dus je kan dit um, met an aan andere mensen geven. zodat die het kunnen spelen voor op een verjaardag of weet ik veel wat. Is, dit hoef je dus niet uh, kapot te maken, om het zo te zeggen. Er staat hier één keer speelbaar door de, de speler. Natuurlijk. Want je kan, bij een exit is het letterlijk echt één keer speelbaar. Omdat je kaarten doormidden knipt, kaarten verscheurt, je tekent erop, je doet er van je fouten en alles en zo. Je knipt in, in, in het boekje. Nou, hier niet. Het is wel makkelijk. Je kan direct beginnen. Je legt hem gewoon neer. Je begint met fouten. Je sorteert het tijdens het lezen. Sorteert het vanzelf. En dan uh, komt het helemaal goed. We vonden hem. Hij was oké. Okay. Ik vond hem wel grappig. Het verhaal was wel leuk. De manier van scoren was ook wel. Uh, was oké. Okay. En er zijn bij deze ook meerdere eindes. Dat is de enige clue die ik weggeef. Dus dat is ook wel leuk. Je kan verschillende eindes hebben bij dit spel. Nou, 12 tot 99 jonger kan ook als je de, uh, als je, je kinderen een beetje. Uh, Helpt of begeleidt. En wat minder op de tijd let. Wij waren geloof ik in iets meer dan een uur klaar. Maar wij gaven gewoon onze jongens gewoon wat meer tijd om na te denken. Dat vinden wij vaak uh, belangrijker dan uh, het binnen de tijd te redden. Dus dit is uh, een van de escape rooms die wij de laatste tijd hebben gespeeld. We hebben heel veel exits gespeeld. We hebben een, uh, iets wat een, op, een, uh, op een escape room leek, dachten we, maar dat bleek een avonturenverhaal te zijn. Dat is dit. Dan kan je even in een andere video kijken, want daar heb ik hier een review van gedaan. Deze is echt heel leuk. Um, maar pocket escape room uh, voor leuk, voor snel, tussendoor. Hij is makkelijk, hij is wel grappig. De puzzels zijn oké. Okay. Uh, niet super ingewikkeld, niet super uh, briljant gevonden. En je hebt, ik, ja, het is, zoals ik zeg, ik zou hem lekker met kinderen erbij spelen. En dan uh, is hij leuk te doen. Nou, dankjewel uh, weer voor het kijken. En zoals ik zeg, er komen steeds meer bordspellen. En steeds meer van dit soort achtige spellen gaan er op mijn kanaal komen. En uh, misschien wat meer videogames ook. En dan wordt het dus weer echt naar gamer van papa en gamerpapa. Gewoon toch weer wat meer spellen. Dus we gaan even kijken hoe we mijn kanaal gaan vullen. Nou, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei.